Roll another one, cause I'm winning in my photo. Yo, kijkers, we zijn terug bij een nieuwe FIFA 16 Ajax Career Mode. We gaan verder, we gaan door, we zitten nog in de transferperiode. En voordat we doorgaan, gaan we weer even terug naar Luis Suarez, zijn contract, dat we maar niet geaccepteerd krijgen. Ik heb nog geïnformeerd naar nieuwe spelers, dat zien jullie snel na de volgende wedstrijd. Wat we eerst gaan doen is heel veel zijden ook gewoon van blijf gewoon voor Suarez proberen. Verhoog je salarisbudget. Dus dat gaan we doen. Dit is wel heel erg overdreven veel. Laten we beginnen met 325.000. Kijken of dat genoeg is. Cruciale speler eerste team. Hopen dat hij daarvoor gaat komen. Dan hebben we nou een wedstrijd tegen Heerenveen. Die gaan we dus spelen. Let's go. Oké, daar gaan we. Het sneeuwt. Geweldig. En wij mogen aftrappen. Oh, dit ziet er goed uit. Hier is Stivkovic. Nou, schieten. Oh, redding. Kom op, Nouri. Nee. Corner. Maar dat was een goede kans. Goede kans gecreëerd. Nouri nu die de corner gaat nemen. Oh, we lopen elkaar in de weg daar. Dat is dom. Oh, daar is Heerenveen. Voorzet wordt weggewerkt. Heerenveen opnieuw in de aanval. Voorzet weer weggekopt. Gevaar is nog niet geweken. Oh, no! En Heerenveen staat voor. Wat een schot. Wat een schot, hé. Binnenkant paal en Heerenveen staat met 1-0 voor. Heerenveen aan het counteren. We worden er gewoon uitgespeeld nu. Voorzet gaat achter het doel. Oké, dit ziet er goed uit. Hier is Fischer. Fischer, nou pasen. Oh, ja hoor. Stivkovic op aangeven van Fischer. Tikte 1-1 binnen en zo staan we weer op gelijke hoogte. Daar is het paasje naar Fischer toe, die loopt goed in. Ik twijfelde even, ik besloot te pasen en dat was de goede keus. Stivkovic rond de 1-1 af. Oh, daar is Heerenveen. Oh, goede redding van Dragowski. En wat een goede aanval ook. Goede voorzet en kopbal, maar Dragowski staat goed. Eens kijken wat ze gaan doen uit de corner. Die gaat de 16 in, Dragowski komt uit en bokst weg. Oh, dat is een mooie bal in principe. En het gaat over. Helaas. Savastano is mee op de vleugel. Die moet hier voorgeven. Doet dat ook. Dat ziet er goed uit. Maar de keeper zit ertussen. Goeie voorzet van Savastano. En de Jong met een goede kopbal. Helaas had de doelman een goede redding. Daar is hier een corner. Kom op. Omhaal of zo. Nee, dat ga je dan niet proberen te koppen op die manier. Van Rijn dan, met een schot van afstand gaat naast. Fischer dan, van een afstandje. Oeh, goeie redding. We zitten te jagen naar die voorsprong. We krijgen hem alleen nog niet. Daar is de doelman weer. Van Rijn houdt de bal in ons bezit. Kunnen we hier iets? Nou schieten, jongen. Nee, de paal. Oh, rebound. Ja. Yeah. Wat een lelijk doelpunt. Wat een lelijk doelpunt. Ga naar de camera. Ja, ja. We staan weer voor. Met 2-1. Een heel lelijk doelpunt eigenlijk uit die corner. Maar je doelpunten zijn doelpunten. Hij telt gewoon. En zo hebben we de voorsprong te pakken. 2-1. Hier is Nouri. Nouri, voorzetje. Oh, goede voorzet. Oh, dat had afgerond moeten worden. Wat een voorzet van Nouri. Maar helaas krijgt Stivkovic de bal niet in het net. Hier is Sinkgraven. Oh. Stivkovic. Snijder terug. Gudelje. Oeh. Via de verdediging bijna. We hebben nog een corner. Nouri gaat hem nemen. En. Oeh. Keeper zit er goed bij. Anders hadden we hem misschien, maar we hebben nog bal. Oh, oké, op de vleugel hier. Is het Snijder, voorzetje. Verdediging zit ertussen. Oh, dat is een mooi balletje van Snijder naar Nouri. Nouri. Oh, keeper met een goede redding.
Nouri speelt wel een goede wedstrijd hoor. Nouri nu met de corner. Nee. Hier komt de Heerenveen. Hou die bal binnen. Corner nu voor Heerenveen. Keeper is ook naar voren gekomen. Als we kunnen counteren. Als we kunnen counteren. Dat zou toch mooi zijn. Komt het weg? Nee, het gaat er zelfs in. No. No, laat de gelijkmaker van Heerenveen uit de corner. Wat een pech. En dan is het einde wedstrijd en spelen we gelijk met 2-2. Nou, terug op het menu. Luis Suarez blijft afwijzen. Dat is insane, jongen. Dat is echt insane. Laat nog iets meer proberen. 345.000. We geven hem even geen rol. Kijken of dat helpt. Gaan we tussen weer verder kijken. 59 miljoen voor Aubameyang. We kunnen het op zijn minst proberen. Gewoon voor hetzelfde bedrag als Suarez. En dat was geloof ik 50 miljoen. We bieden 50,5. Waarom ook niet? Niet dat we per se een spits nodig hebben. Royce heb ik dan eigenlijk nog liever. Maar dat is echt een onbetaalbaar mannetje. We bieden 56 miljoen. We kunnen wel een versterking op links hebben, aangezien Tjerny is weggegaan. We hebben natuurlijk nog Fischer en Menig. Fischer, prima, maar ja, ook niet de beste guy als het ware. We hebben hier nog meer. Sergio Ramos, Mastour, Hazard, Lukaku. En we hebben weer een aanbieding op onze doelman. Meerdere zelfs. Onze doelman is populair. Maar het zijn dan niet van die meest bijzondere aanbiedingen. Waar blijven de echt hoge bedragen? Dat vraag ik me dan toch wel af. Maar goed, whatever. Maakt niet uit. We wijzen dit gewoon af. Ja. We willen geen bondscoach worden van Egypte. Dus dat maakt ook niet uit. Lukaku. Mastour is eventueel een optie om in te slaan. Het is niet echt de ster die waar we naar op zoek zijn. Maar ja. Laten we eerst maar kijken of we gewoon Suarez nog binnen kunnen halen. Dat zou het mooiste zijn. Oh, ik raak mijn microfoon aan. En weer is de doelman. Die, dit gaat helemaal nergens over. Ik ga aanbiedingen afslaan, toekomstige weigeren. We moeten nog echt zijn waarde omhoog krikken. Hij is zo jong. Een van de betere doelmannen. Die ze kunnen vinden en dan bieden ze zo weinig. Vind ik teleurstellend. En Suarez blijft afwijzen. Dit is toch... ik ben een topspeler. Hij heeft echt geen zin om weg te gaan. Echt niet. Dat is toch balen. Dat is toch echt balen. Vind ik dan. Oh. Ik zou eventueel... Hoeveel bal ik net? Ik ga nu... Hup. Twee. En nog een keer dit. Kijken of dat werkt. En dat is het laatste wat ik ga proberen. Dan hebben we NEC thuis. Die kunnen we eventueel wel simuleren. Dat moeten ze gewoon winnen. Dus dat gaan we ook doen. Dat gaan we simuleren. En dan gaan we iets sneller door deze transferperiode heen. En we winnen met 2-0. Sivkovic pakt ook weer een doelpuntje mee. Sivkovic. Was die erin gezet of zo? Erin gewisseld. Oh, ik vergeet te trainen. Oh, ik zie iets met aanvaard staan. Ik weet niet wat daar staat. Maar ik zie iets met aanvaard staan. Zou het dan toch gelukt zijn? Gaat die komen? Gaat die komen? Het is... Oh, het is Dortmund met aanvaard. Dat is toch jammer. Voor 50 miljoen voor Aubameyang. Helaas niet het bod dat op Royce wordt geaccepteerd. Dat is dan toch pech. Ik zou dan... Ja, dat is een optie. Maar willen we hem echt hebben? Hij stond in de reacties. Dat wel. Maar wil ik hem echt hebben? Met de spitsen die ik al heb. Oh, het is gelukt. Het is gelukt. Luis Suarez keert terug naar het oude nest. Welkom, Luis. Welkom. Oh, wat is dat fijn. Nieuwe speler aangekomen. Luis Suarez is terug. Hij is terug. Ajax wint strijd om Luis Suarez.
50 miljoen. Zijn salaris is wel wat aan de hoge kant, maar hey. Het is gelukt, het is gelukt. We hebben Luis Suarez. Eindelijk. Eindelijk is hij binnen. Boy, wat heeft dat een moeite gekost. Wat heeft dat een moeite gekost. Maar we hebben hem, we hebben hem. Man, man, man. Nou, natuurlijk gaat hij ook in de basis dan. Tuurlijk gaat hij in de basis. Huppakee. En eigenlijk doet Sivkovic het beter dan Traoré de afgelopen tijd. Maar toch neem ik Traoré wel mee in plaats van Rijn. Waarom ook niet? Neem ik twee spitsen mee. Dan hebben ze dit het middenveld dat we meenemen. Een beetje, ja, Kudelje wel in plaats van Frenkie de Jong. Dat dan weer wel. En zo laten we het denk ik staan. Zo laten we het denk ik staan. En ik ga denk ik Mastour. Zit ik aan te denken. Maar eigenlijk wil ik gewoon iemand terughalen. Ik wil een linker vleugelspeler. Aangezien Tierney weg is. En het was eigenlijk de bedoeling om Fischer als eerste te verkopen. En dan Tierney op zijn plaats te gaan zetten. Maar Tierney die ging dus uit zichzelf al weg. En ik weet niet hoe lang Fischer nog hou. Dus eigenlijk wil ik, als jullie dat in de reacties willen neerzetten, een linker vleugelspeler, dat zou zeer fijn zijn. Oh, we hebben eigenlijk trouwens nog Younes, maar Younes, omdat we daar zo weinig mee hebben gedaan, is die niet bepaald hoog en hij is al wel 24. Dat is iets, dat is niet zo heel chill, maar eigenlijk voor dit seizoen hebben we dan nog wel de spelers die we nodig hebben, dat dan weer wel. Maar goed, we hebben in ieder geval Suarez binnen. Dan komt daar een wedstrijd tegen Vitesse. Volgens mij is dat ook een thuiswedstrijd. Dan hebben we hier een bot op Sivkovic. Oh, en dit zijn aanbiedingen. Kijk. Kijk, Sivkovic speelt geweldig en heeft de meeste assists gegeven in de competitie. Zijn marktwaarde moet ergens tussen de 18,1 en 22,9. Hoe komt ADO Den Haag aan dat geld? ADO Den Haag. Jeetje, ze boden ook al een keer zoveel op onze doelman. En nou doen ze het op Sivkovic. Dan zou ik Sivkovic naar het buitenland kunnen sturen. We hebben hem niet super hard meer nodig. Dus we kunnen het geld dan wel gebruiken. Maar dan wel voor wat meer. Wolfsburg heeft ook meer. 26,5 miljoen. We trainen hem notabene ook nog. Een beetje, niet veel. En hetzelfde geldt voor jullie. 26,5 miljoen. Dan gun ik hem nog wel liever Wolfsburg dan dat andere clubje, Leipzig. Maar hey, we hebben weer 9. Oh. Oh, wacht, laat maar. Ik dacht dat het jeugdspelers waren. Oh, Sinkgraven. Die is niet blij. Sinkgraven wil meer salaris. Hup. Waar sta je, jongen? Je hebt al 30.000. En je wil naar 60.000. Dat is een flinke stap, gast. Maar je wil wel 3 jaar verlengen ook. Geef je ook wel een bonus van 15%. Nou, alsjeblieft. Geef hem nog geen rol, dat niet. Nou, als dit een thuiswedstrijd is, kunnen we die in principe ook wel simuleren. Oh, dat is weer een bot op Sivkovic, maar die is helaas hoger dan. Ze bieden 26 miljoen. En Wolfsburg gaat akkoord. 26,5. En kijk dit dan. FC Utrecht wil hem ook hebben. Sivkovic, jongen. Je hebt jezelf in de belangstelling gespeeld. Mooi, man. Maar goed, Wolfsburg gaat al akkoord met 26,5 miljoen. Hebben we weer wat geld terug. Dat is toch prachtig. Dat is prachtig. Hup. Speler verkocht. Sivkovic. We hebben weer wat geld erbij. Mooi. Mooi. En dit is inderdaad thuiswedstrijdje. Gaan we dus simuleren. Met Suarez, die heeft nummer 14. Dat is niet de bedoeling. Dat gaan we even aanpassen. Nummer 9 gaat hij krijgen. Hij wordt gewoon onze spits met nummer 9. Ik weet, hij heeft 16 gehad bij Ajax. Maar we geven, of zou ik hem zijn oude nummer teruggeven? Dat is ook wel geinig. Dat is eigenlijk ook wel geinig. Zijn oude nummer, nummer 16. Want Traoré heeft 9, denk ik. Ja. We geven hem gewoon zijn oude nummer. Huppakee. Nou. Zo. Gaan we nu simuleren. Met Suarez moeten ze dat toch wel winnen. En bam. 3 goals voor Sneijder. Geen goal voor Suarez. TT een blessure. Dat is wat minder. El Ghazi heeft ook een doelpuntje. Oh. Er werd een pak
zondag. Ja. Dat okay. is leuk, hè? Ja. Ik ben zwaar klaar. Hoi. Dat is voor jou, hoor. Ah. Dankjewel. Het gebeurt nooit op zondag. Nee, inderdaad. Helemaal nooit. We hebben wel zo'n jasje aan als een postbode. Ja. Zwart met oranje. Ja. Maar de auto was niet van een postbode. Oké. Nou ja, maakt niet uit. Nou ja. Oké. Oh, even een knip, want ik werd gestoord. Gaan we weer even doortrainen. Traoré, Nouri, Dragowski. Wie kunnen we dan meer trainen? Ik zou Bazour kunnen doen. Ik denk dat ik Bazour ook maar ga trainen. Van de Beek is geblesseerd. Ja, we gaan denk ik Bazour maar doen. Of Sint-Justen nog hoger. Dat is ook een optie. We hebben allemaal opties nog. Maar ik denk dat ik voor Bazour ga. Bazour. En dan geven we hem... de... ja... het onderscheppen. En de dekking. Zijn verdedigende skills nog wat hoger brengen. Dat vind ik wel een goeie. Zo. Huppa. Zo, die training staat ook weer. Zo. Nou, dat gaat niet super hard of zo, maar hey, het maakt niet uit. Dan ben ik benieuwd. Sinkgraaf accepteert. 4 maanden! TT! Oi, 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 oi. Dat is volgens mij de rest van het seizoen bijna, joh. Of niet? 4 maanden. We zeggen 1 maand. 2 maanden. 3 maanden. 4 maanden. Ja, zo'n beetje de rest van het seizoen is TT kwijt. Oh, een nieuwe rechtsback is dan ook wel nodig. Jongens, linker vleugelspeler en een rechtsachter. Laat ze achter in de reacties. Ik ga hier dan deze opname stoppen, want de transfer deadline komt eraan. Last minute transfers zijn dus nodig. Vooral de rechtsachter. Die is op het moment het belangrijkst. Want we hebben nou alleen nog maar Van Rijn. Dus een rechtsachter. Laat het achter in de reacties. Ik bedank jullie voor het kijken en voor al jullie support. En ik check jullie graag de volgende keer weer. Laters.